Hey mensen, welkom bij TamosNL. Ik ben Tamos, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is jullie in-game, was het maar jullie in het echte leven. Dat zou zoveel beter zijn dan die kou op dit moment. Maar goed, het maakt niet uit, want we hebben mooi weer hier in Farming Sim. Onze tarwe is eindelijk goed genoeg om geoogst te worden. Klaar om te oogsten, dus dat is wat we vandaag gaan doen. Maar we gaan nog veel meer doen. Ik heb de klaas al helemaal ingesteld en klaar. Dus we gaan zo meteen tarwe oogsten. Echt enorm veel zin in. Maar we gaan ook even een graanmolen neerzetten. En we gaan vandaag ook de bakkerij neerzetten. En ik heb nog een balenpers nodig. Dus laten we even hier gaan beginnen. Eens even kijken naar de bouw. Productie. En dan gaan we natuurlijk beginnen met de graanmolen. Daar gaan we straks alles in, alle tarwe in dumpen. Even kijken. En weet je, ik heb hier dat stukje land gekocht en dan vind ik het jammer dat er weer zo'n huis tussen zit en dat je die niet kunt weghalen. Ik vind dat zo irritant. Maar goed, we zullen de buren tevreden houden en ze niet dakloos maken. Dus dan gaan we eens even kijken. Kijk, het liefste zou ik zeggen van ik wil zo veel mogelijk ruimte overhouden. Maar het moet ook een beetje leuk staan. En dan ga ik dat heel vlak aan de weg doen. Zo, en dan hoef ik zo... Nou, ik ga het een beetje verder van het huis afzetten. Dan heb ik ook nog een beetje... ruimte om een beetje te draaien met die klaas. Dat is misschien ook wel prettig. Kijk, waarom stopt hij nou onder het gras? Die thuis toch ook niet? Overlapt. Met een ander voorwerp. Dit, kan dat? Ik hoop dat het goed gaat. We gaan het gaan doen. Gaat ie? Yes. Oh, oké. Okay. Het ziet er niet helemaal tof uit, maar het is wat het is. En dan hebben we natuurlijk ook een bakkerij nodig. Er zijn er twee bakkerijen. Dat is deze. Overlap met een ander voorwerp. Of dat is... Joink. Deze, maar dat vind ik zo'n Amerikaans ding. Dat vind ik zo'n Amerikaans... Nee, dat is zo'n Amerikaanse diner. Dat vind ik hier niet in passen. Dus we pakken het huisje. En die kunnen we dus pas... Hoe dicht kunnen we die erbij zetten? Zo. Een beetje tegen de straat dan. Zo, dat is onze bakkerij. En onze raammolen. Dat is klaar. We gaan vandaag ook nog wat land kopen. Maar dat doen we straks. We gaan nu eerst de klaas pakken. Daar is hij dan. De Big Bad Boy. Even kijken. Die even omhoog. Wat een gaaf ding is het toch, man. Zie dat dan. Ik vind het zo tof dat we hem eindelijk kunnen gebruiken. Even kijken. Alles even klaarleggen. Kijken of ik dat een beetje goed doe. Laten zakken die handel. Ik weet niet eens meer. Heb ik ooit zo'n ding eerder gebruikt? Dus even kijken. Oh, first person mode is niet veel beter. Ik dacht dat dat wat beter zou zijn. Oké, okay, hij staat er helemaal goed voor. En dan gaan we hem eens even inschakelen. Oh, kijk eens man. Daar gaan we. Doe ik dit goed? Yes! Het tarwe gaat eraf! Kijk nou! Oh, wat is het toch altijd gaaf, hè? Daar word je toch helemaal vrolijk van. Goed. Ik ga even de baantjes afmaken. Ik ga even het hele veld oogsten. Oh, wat ziet dat er toch vet uit. Hey mensen, welkom terug. De klaas zit vol. Dus we gaan hem legen bij de tarwemolen. En opeens schoot die kop omhoog en ik had niet door. En ik rijd zo met tarwe in, man. Verdorie. Gedeelte van mijn oogstplat gereden. Nou ja, het is niet anders. Shit happens. Dus ja, we gaan hem nu legen. Brengen we hem naar de tarwemolen. Zei ik dat nou? Korenmolen heet dat toch? Nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. Karren we er even heen. Ik had natuurlijk ook die korenmolen gewoon... hier ergens neer kunnen zetten. Maar ik, het leek me wat handiger aan de weg. En ik wil dit, waar we nu rijden, wil ik natuurlijk een beetje vrij houden voor later, als we de boerderij willen uitbreiden. Dus ik denk van, nou, dit zet ik mooi hier neer. Ook een beetje opvulling langs de weg. Ik heb dit toch? Even kijken hoor. Oh, holy what? Oké, okay, hier moeten we nog een keer wat aan gaan doen, want dit schiet niet op. Oké, okay, maakt niet uit. Want dan kan die...
Dan komt die arm daar weer vast achter te zitten. Ja, natuurlijk. Goed bezig, Thomas. Hartstikke goed. Nou, gaan we gewoon midden op de weg staan. Oh, kijk. Daar gaan we al. Gooi hem eruit. Nou, dat is toch heel wat. Dat is 7000 liter, dacht ik, wat eruit kwam. Duurt lang. Dat kan sneller. Kom nou toch op, man. En dat duurt. Dat duurt. Waarom kijken we dit? Waarom spelen we dit? Wat zijn we nou in hemelsnaam mee bezig? Have a break. Have a KitKat. Kom op, man. Nog 10%. Dit ziet er echt niet uit zoals dat rooster ligt, maar whatever. Yes, hij is leeg. Goed. Ga ik weer verder. Ga ik weer terug naar het veld. En dan gaan we nog meer baantjes doen. Dit is het laatste beetje van het veld. Er zit nou voor 68% vol, dus 5000 liter. Ons eerste veld zit erop, dat is veld nummer 24. En dit gaan we ook eens even leeggooien. En dan weten we gewoon even, gaan we dan even kijken hoeveel liter is er in totaal afgekomen. Ik denk dat er in totaal zo'n 20.000 liter vanaf is gekomen, als ik het goed heb. En dan gaan we eens even kijken of onze thermomolen draait. Dus hier komen we dan aan. Ja, doe maar. Klein beetje verder. Oh, ik heb hem nou niet te dichtbij staan. Had dat net goed? Nee, dat gaat niet goed. Nou, gaat hij goed. Hoppakee. Dumpen die handel. 5000 litertjes er weer bij. Dus dat is wel een mooi spul. En als het goed is, dan zitten we zo rond de 20.000 liter, gok ik. En dan ben ik heel benieuwd of volgende maand, morgen dus, of we dan al wat producten hebben wat de bakkerij in kan. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ja, oké. Okay. Ik klap hem even in en dan zal ik even dit ding een beetje aan de kant zetten. Anders is het zo onbeleefd voor de automobilist die langs wil. Ja, je kan die toch langs willen. Hier, 20.139 liter. Klopt als een bus. En alles werkt nu ook gewoon. Oh, kan ik hem nu ook gewoon... Tarwemeel. Oh, hij kan ook nog gerstmeel, havermeel en sorghummeel maken. Alright, wat heb je nodig voor brood? Brood heb je... Maakt niet uit. Gewoon meel voor nodig. Dus dat wordt nu gemaakt. En even kijken. Het is dus... Brood is 2. Dan neem ik aan dat 5000 liter tarwe 4 zakjes zijn. En 4 zakjes tarwe zijn dus weer 2 keer brood. Daar gok ik op. Oké. Nou, dan gaan we het andere stuk nog even doen. En dan denk ik dat het toch gewoon in de toekomst verstandig is dat we ons niet alleen gaan focussen op tarwe, maar dat we ook gerst en haver en sorghum gaan aanleggen. En ik denk dat ik daar een goed idee voor heb. Maar daar kom ik straks op terug. Even veld 23. Nou gaan we deze leeghalen. Dan gaan we bijhouden wat we hier vanaf halen. Kijken hoeveel dat is. Ik denk dat het zal wel minder zijn dan die 20.000 liter, gok ik. Maar goed, we gaan het meemaken. Dus we gaan aan de slag. Rechts, show die gaat. Ja, kijk eens wat mooi. Hoppakee. Daar word je toch helemaal vrolijk van. Goed, ik ga het veld even afmaken.
Rood, welkom terug. We gaan aan het laatste baantje beginnen. Nou ja, het is al duidelijk dat van dit veld niet zoveel afkomt. Er zijn al 15.000 is er bijgekomen. We hebben nou twee keer geleefd, dus dat is inderdaad 7500 liter per keer. En dan komt dit er nog bij. Nou, wat zal dat met in totaal wezen? 2300, 2500 liter. Dus er zal in totaal zo'n 1800... Dat is goed, 18.000 liter. Nee, dat gaat nog niet eens redden, man. Dus even kijken. Hier gaan we. 2055 liter is er nog bij. En we zijn klaar. En dat betekent dat er zo'n 17.000 liter tarwe van dit veld is afgekomen. Dus we gaan dit nu ook brengen naar de bakkerij. En dan zit dat allemaal erop. Maar we gaan nog meer doen. Een paar dingen wat we gaan doen. We gaan zometeen een balenmachine aanschaffen. Dat wil ik nog doen. En dan kunnen we hier allemaal mooie strobalen van gaan maken. Want de volgende stap... Nou ja, het is misschien niet helemaal meteen de volgende stap. Maar ik wil graag een koeienstal gaan hebben. Want we hebben op een gegeven moment gewoon melk nodig om te maken voor onze taarten. Dat is ook iets wat een bakkerij kan, de taarten maken. Dus daar hebben we straks melk en boter voor nodig. En daar hebben we dus weer koeien voor nodig. Kijk, en dan komt dat stro weer hartstikke goed van pas. Dus we gaan straks nog een balenwikkelaar kopen en balen maken. Dat is nog iets wat we gaan doen. En we gaan in deze aflevering kijken of we kunnen uitbreiden en meer land kunnen gaan kopen. Nou, laten we eerst maar eens even het laatste restje dumpen. En dan gaan we eens even kijken hoeveel tarwe we in totaal vandaag van het veld af hebben gehaald. Ik denk dat we zo'n, 18.000, zo'n 39.000 liter hebben in totaal. Gok ik. Dus even kijken of ik gelijk heb of niet. Gaan we. Klappen we dit ding even in. Ik zal hem even netjes hier parkeren. Eens even kijken. Nou, ik zat er dus een beetje naast 36.725 liter. Maar is er al wat verwerkt? Dit is een 308 liter meel. Dus er zal iets verwerkt zijn. Voor nu gaan we een balenpers halen. En ik heb hem al uitgezocht. De balenpers die ik ga halen. Even kijken, een balenpers. Dat is de Klaas Roland 455 RC Uniwrap. Want die maakt er ook meteen... die pakt ze meteen in folie. En dan kunnen ze meteen gisten tot kuilvoer. Wat we straks weer kunnen gebruiken voor onze koeienschuur. Dus dat hele plaatje komt dan hartstikke mooi uit. Dus dan kunnen we een mooi voorraadje maken. En dan tegen de tijd dat wij de koeienschuur neerzetten en de koeien, dan hebben we meteen kuilvoer klaar. Dus dat zou helemaal super zijn. Dus dit is het apparaat wat ik ga kopen. Dus dan halen we die erbij. Foliekleur graag zwart. Kentekenplaat. Geen. Oké, en voor de rest. Ja, bandjes maakt mij niks uit. Vind ik prima. Voor de rest kunnen we er niks aan veranderen. Nee, dus die gaan we dan kopen voor 78.500 euro. Het is een hoop geld. Maar we hebben hem gewoon nodig. En we hebben meteen mooi ingepakte balen in folie. Dus dat is hartstikke super. Dus die gaan we kopen. En dan ga ik hem ophalen. Dan zie ik jullie zo. Goed, welkom terug. Hier is hij dan, de Klaas. Even het helpschermpje open. Laten zakken. Ja, dat snap ik. En dan gewoon inschakelen. Oh, dat had ik ook wel zonder hulpscherm gekund. En dan gaan we eens even kijken wat hij doet. En hoeveel die nou precies... Moet ik wel alles meenemen trouwens. Zal ik dat wel even doen? Dat vind ik toch wel even een dingetje. Ja. Ik wil wel alles hebben. Hoppakee. Komt u maar. En dan gaan we eens even kijken wat er... Hoeveel ik nodig heb voor één baal. Hier ligt wat meer. Rustig aan. Ja, oh, hij pakt het gewoon op. Het blijft wel weer wat liggen. Verdorie. Haal me weer terug. Nou, niks aan het handje. Kom op, gras, rubber wil ik ruiken. Hoppakee, kom op. Daar gaan we. Gelukkig slinger ik niet. Het zou het allemaal zoveel erger maken. Nou, cruise control even aan. Even kijken hoor. Rechts zo die gehad. En hij begint nou te piepen. Wat gaat hij nou doen? Moet ik nou nog iets doen? Zullen we automatische dropping inschakelen? Ik denk dat ik hem even op handmatig laat staan. Oh, hier gebeurt wat. Eens even kijken. Ik ga even terug.
En dan lossen. Had hij hem nou gewoon niet in plastic moeten inpakken? Nope. Niks aan de hand, ik ben gewoon een idioot. Yep. That's it, yeah. Want stro kan niet worden ingepakt in plastic om, om te zetten in kuilvoer. Zo werkt dat niet met stro. Maar dat geeft niet. We hebben straks ook gras nodig voor onze koeienschuur. En dan doet hij het wel. Dus ik ben gewoon stom. Ik weet gewoon niet wat ik doe. Maar dat wisten we al. Dus dat is geen nieuws. Dus ja, ik ga beide velden afmaken. En dan gaan we kijken hoeveel balen we straks hebben. En dan denk ik dat ik nog maar even een balenkarretje ga halen. Om al dat spul gewoon op te pakken. Want ik ga dat niet allemaal handmatig doen met een... met een heftruckje of met mijn... hoe heet dat? Zo'n voorvork of zo. Goed, ik ga lekker aan het werk. Ik zie jullie zo. Goed, dan komen we hier aan bij bijna de laatste bal van dit veld. 100%. Die komt er nu uit. Eens even kijken. Daar gaat hij. En dan hebben we nog een klein beetje over. En dan ben ik benieuwd of we daar nog een gedeeltelijke bal uit krijgen. Of dat nog in de machine blijft zitten. Eens even kijken. Dit is veld, ja, 24. Zo, komt die weer weg. Ik denk niet dat ik hier nog een bal uithaal. Een halve balen komen er niet uit. Dat vind ik op zich wel jammer. Want dit ben je dan gewoon kwijt. Even kijken hoor. Dan heeft hij alles van dit veld. Ja. En dan kan ik dus dit niet meer naar buiten gooien. Goed, welkom terug. Ik heb er al per ongeluk één opgepakt. Maar dit is onze nieuwe balenlader. Onze nieuwe balenwagen. Hoe je het ook wil noemen. Gaaf ding. We gaan hem even uitklappen. En dan het enige wat we nu hoeven te doen. Is niet vastraken. Dus we proberen het nog een keer. En dan gaan we weer vastzetten. En dan doen we het nog een keer. Kijk, en die pakt gewoon de baal op. En die knikkert ze er gewoon in. Dus het enige wat ik nu hoef te doen is gewoon langs alle baaltjes rijden. En dan schuift hij ze weer door. En dan kunnen we er heel wat kwijt als het goed is. Dus ik ga van het werk. Zo, hey mensen, welkom terug. De kar zit vol, dus dan moeten we dat even legen. Maar ik weet eigenlijk niet goed waar. Ik denk dat ik hem maar ga proberen te parkeren naast onze zaaimachine. Ik denk dat ik dat maar even doe. Als ik dat tenminste voor elkaar kan krijgen. En ik weet ook niet... Andere kant op. Ik kan dit. Ik weet hoe het moet, in theorie. Oh, nee, niet tegen mijn maaimachine aan. Die is heilig. Even kijken. Ja, een klein beetje die kant op. Kunnen we hem hier gewoon zo... Ja, ik denk dat het een beetje... Ik denk dat we hem eerst recht moeten zetten. Want als ik hem niet recht zet... Dan weet ik zo meteen hoe dat gaat. En dan blokkeert hij straks de zaaimachine. En die hebben we binnenkort weer nodig. En dan ligt mijn stro all over the place. En dan is het wel gebeurd. Dan word ik helemaal chagrijnig. Dus gewoon netjes wegwerken die handel. Gewoon er even recht in draaien. Even tegensturen. Geduld is een schone zaak. Oké, kan ik hier gewoon lossen nu? Even kijken. Banen lossen. Ei. En hoe werkt dat?
Ja, los maar. En als ik dan een beetje naar voren rij. Oh. Kijk eens hoe mooi die dat doet. Moet ik wel meerijden natuurlijk. Oh jongens, dat is toch fantastisch. Kijk eens man. Ja. Helemaal super. En dan kan dat weer terug. En dan kunnen we de rest weer gaan ophalen. Dus ik ben zo terug. Rood. Ik heb even een beetje ruimte gemaakt. En nou ja, de meeste stroopbanen liggen daar aan de rechterkant van this point of view. En dan zetten we de kar hierin. Ik denk dat het verstandig wordt om zo langzamerhand maar een tweede kapschuur te gaan bouwen. Dus dat gaan we waarschijnlijk doen in de volgende aflevering. We gaan nog maar een paar dingen nu doen. Ten eerste is het deze kar terugzetten. Wat is die arm trouwens raar? Oh, die klapt nou. Die klapt niet verder in. Oké. Okay. Duidelijk. Dit even terugzetten hierin. Dan staan ook deze stroopbalen en deze kar mooi onder dak. Wel recht graag. Ik heb er een hekel. Ergens een hekel aan heb, jongen. Echt, dan is het spul dat scheef staat. En ik ben echt niet iemand die voor elke centimeter nou echt op alle slakken zout gaat leggen. Maar een beetje, kijk, zoals dit, dat wil bij mij wel. Goed, onze stroopbalen staan allemaal onder dak. Nou ja, de trekker die kan ik nog wel net voor de kunstpest gooien kwijt. Wat ik nu wil doen, kijk eens, onze eerste pallet. Meel, hè? Nadenken is moeilijk. Daar is die dan. Het eerste palletje, dus die gooien we in de bakkerij. En dan zit het erop. Voor deze aflevering, voor de volgende aflevering, wat we gaan doen is, we hebben meer velden nodig. Als je nou kijkt hoeveel tarwe er nog over is en hoeveel meel we nodig hebben, kan ik dit zo oppakken? Ja hoor, dat kan ik echt wel. Rustig aan, dit is echt professioneel boerenwerk dit. Like a pro. Nou, dit brengen we gewoon even. Kijk eens. Nou, dat zit er ook in. Daar gaan we. Nou, dan gaan we het even. Dan zal ik het jullie nog even laten zien. En als je nu dan al kijkt, 35.000 liter is er nog over. Hij staat al in het rood. Hij is wel bezig met meel maken. We hebben ze net dus de eerste pallet eruit gehaald. En hier zit dus nu een pallet in. En dan gaan we hier even kijken. Want dit zit natuurlijk aan de achterkant. Tarwemeel zit er nu in. Dus even kijken. Oh, dat is de graanmolen. Even kijken. Brood. En daar hebben we dus twee pallets voor nodig. Neem ik aan. Ik denk dat we er één hebben. Gok ik. Denk ik. Meel, 959 liter zit er nu in. Dus ik neem aan dat we 2000 liter nodig hebben. Dus we hebben nog meer nodig. Dus we hebben echt alles gewoon nodig. Dus wat we in de volgende aflevering gaan doen is meer grond kopen. En we gaan al deze andere soorten, gerst, haver en sorghum, gaan we ook inzaaien. Dat is allemaal voor de volgende keer. Voor nu zit het er gewoon op. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als het zo is, geef het een blauwe duim omhoog. Vind je het leuk wat ik probeer te doen op dit kanaal? Overweeg je om je te abonneren. En ik hoop jullie heel erg snel weer te zien in een nieuwe video. Mensen, ik ga er van tussen. Hele fijne dag toegewenst. Laters.